waar wij naar op zoek waren, was een manier om te kijken dat we zoveel mogelijk wel de registratie hadden van waar mensen mee bezig zijn. Hè. Dus welke tijd zijn ze mee bezig. Maar niet wat je ziet dat je moet gaan plannen bij wijze van spreken op het wisselen van kassenrolletjes. We willen wel een bepaalde vrijheid daarin hebben. Door middel van dat we dat nu doen op één systeem, hebben we gewoon goed inzicht en kunnen we iedere dag kijken hoe het verloop is geweest. De Wings komt online. Die wordt natuurlijk ook tegenwoordig volop gebruikt. We hebben alle deuren van dit complex, alle buitendeuren, zijn beveiligd met toegangslezers. En we hebben ook een aantal binnendeuren beveiligd, bijvoorbeeld de computerruimte, de stofarme ruimtes, waarvoor alleen geautoriseerde toegang krijgen. Nou, de bedrijfsdruktepercentage wordt in de norm weergegeven. En wij kunnen op die manier onze mensen laten zien van, joh, luister eens, je moet in die week wel goed opletten waar je mee bezig bent. Zonnebonnetrie is een modewarenhuis eigenlijk wat inmiddels 116 jaar bestaat. We hebben verschillende vestigingen. We hebben Amsterdam, we hebben Den Haag, twee kleinere winkels in Laren. En ons distributiecentrum zit in Medemblik. En zoals gezegd, ja, zijn we gefocust op kleding. Kleding in het wat hogere segment, waarbij eigenlijk dienstverlening centraal staat. Dienstverlening naar onze consumenten toe. En waarmee je dus een personeelsbestand moet hebben om te zorgen dat de dienstverlening kan leveren. We hebben wereldwijd ongeveer 2000 medewerkers op dit moment, waarvan plusminus 1100 in Nederland. Nu hebben we vestigingen in Eindhoven op vijf verschillende locaties. In Almelo, in Singapore en in Suzhou in China. En we hebben een aantal kantoren in Engeland, Amerika, Duitsland, Frankrijk. Het is een winkel met heel veel verschillende afdelingen die ook verschillende seizoenen hebben. En die seizoenen brengt met zich mee dat je mensen moet gaan wisselen op afdelingen. Wat er in het verleden was, was dat allerlei Excel-bestandjes rondzwierven op afdelingen waarbij mensen zelf hun planning maakten. En dan bleek het dat de bedrijfsleiding dacht dat diegene er was. En uiteindelijk was die er niet. Dat we dus proberen die dienstverlening op een goede manier te organiseren. Dat betekent dat je de juiste mensen op de juiste plek moet kunnen inzetten. Daarbij kwam dat we op zondag open konden gaan. Dus dat betekende dat er dus in plaats van 6 openingsdagen, 7 openingsdagen in de week waren. Nou, dat betekent dat je dus met je personeel flexibeler moet omgaan. Nou, daar hadden we een goed planningssysteem voor nodig. En na veel oriënteren op de markt zijn we eigenlijk bij Sobrik uitgekomen, die heel nauw en dicht bij ons in de buurt kwam van datgene wat we wilden. Wat wij toen hebben gedefinieerd is in ieder geval dat wij die jobtijden aan de klok wilden scannen met behulp van barcodes die wij op de werkplaatsdocumenten printen vanuit ons ERP-systeem. En Sobrik heeft die interface gebouwd voor de communicatie tussen de Sobrik software en de baansoftware, zowel op Unix platform als op een Windows platform. De man op de vloer die scant nu een opdracht aan de klok met behulp van de barcode lezer, waardoor zijn tijd begint te lopen op die job. En zodra hij een volgende job selecteert, wordt de vorige afgemeld. En die tijden worden één keer per dag automatisch doorgestuurd naar ons ERP-systeem, waardoor onze kosten op orde zichtbaar worden. Ja, uiteraard is dat belangrijk
voor onze nakalculatie ten opzichte van onze klantorders. Tegenwoordig kan de medewerker aan de klok aangeven hoe hij zijn overwerk wil hebben, ofwel in vrije tijd ofwel in geld. En daarnaast kan de medewerker direct aan de klok zijn saldo, vakantie en valet opvragen. Dat is natuurlijk een grote vooruitgang, want dat is direct online beschikbaar. Door Softbrick is er nu veel meer grip op de planning, waardoor je makkelijker vooruit kan kijken en precies weet wanneer je iemand nodig hebt. Het is makkelijk om te bepalen wanneer iemand vrij kan zijn, omdat je precies weet welke mensen je hebt, wanneer je ze nodig hebt. En zo kan je ook zien als je mensen even over hebt. Wij werken er nu 3,5 jaar al mee. Het eerste jaar is natuurlijk een soort testjaar, maar na verloop van 2 maanden waren we erachter dat in feite testdraaien al niet meer nodig was en hebben we het meteen operationeel gemaakt.